Goedemorgen. U kijkt naar het weerjournaal van weerplaza.nl. Momenteel veel wolken boven Nederland en ook boven de Noordzee liggen nog behoorlijk wat wolkenvelden klaar. Dat betekent dat het vandaag vaak bewolkt is, maar toch af en toe de zon schijnt. Vanochtend is het eigenlijk op de meeste plaatsen droog. Misschien dat er in het oosten nog wel een enkel spatje regen valt. Het is niet heel warm met temperaturen van 12 of 13 graden. Vanmiddag ziet het er dan ietsjes beter uit: ietsjes vaker de zon. Met name in het zuiden van het land. Daarbij temperaturen tussen 14 en 17 graden. De westenwind is daarbij nog wel stevig, matig tot aan zee vrij krachtig. Vanavond is het dan opnieuw gewoon grotendeels bewolkt. Misschien dat er zo af en toe nog een spatje motregen valt. En temperaturen liggen daarbij tussen 11 en 13 graden. Wel zwakt de wind een stuk af. Morgen is het dan opnieuw tamelijk bewolkt. Ook net als vandaag af en toe wat zon, maar wel hogere temperaturen van 18 tot lokaal 20 graden. De zuidwestenwind is wel matig tot de zee vrij krachtig, en waardoor het dus vooral aan zee ietsjes minder warm aanvoelt. De komende dagen wordt het alleen maar beter weer met geleidelijk oplopende temperaturen met op zondag en maandag in het zuiden 24 graden, misschien zelfs lokaal 25 graden. Dat komt allemaal door een aanvoer van warme lucht vanuit het zuiden en dat gebeurt met een matige windwindkracht 4. Mijn naam is Wilfred Janssen voor weerplaza.nl